Hoe stop je het duizelen in bed als je dronken bent? Vanuit Lagaar 27 in Antwerpen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Het is u misschien al wel eens overkomen dat die laatste gin tonic na die 7 vodka's er net te veel aan was. En je strompelt naar je bed en je gaat in bed liggen en... Oh, ik ben aan het draaien. Verschrikkelijk. Je ligt op je andere zij in de hoop dat het beter gaat. Oh nee, weer van hetzelfde. Draaien, draaien, draaien. Tollen. Hoe komt dat eigenlijk? Wel, dat komt omdat de alcohol, je evenwichtsorgaantje, zich helemaal anders doet gedragen dan normaal. Trouwens, het zou wel eens kunnen dat je heel de avond ook al wel een beetje anders was dan normaal door het pintje te veel. Dat is een ander verhaal. Dus, wat doet die alcohol? Die speelt met dat evenwichtssysteem. Ik ga nu even uitleggen hoe dat dan juist werkt. Kijk, dit is het menselijk evenwichtsorgaantje. Dat zit in elk binnenoor. Zonder kleine kanten. Dus ik heb een groter modelletje bij. Dat is het oor. En hierin zit het evenwichtsorgaan. Het slakkenhuis, daar spreken we niet over. Maar die kanalen, dat is heel belangrijk. Die booggangen of die kanalen die zijn gevuld met een vloeistof. En als je dus beweegt met je hoofd, dan blijft die vloeistof eigenlijk achter. Door de wet van de inertie. In die kanaaltjes zit telkens een membraantje. En als je beweegt, gaat door het feit dat die vloeistof achterblijft, dat membraantje eigenlijk uitbuigen. Dat gaat afbuigen. In dat membraantje zitten eigenlijk onderaan trilhaartjes. En die gaan dus meewuiven naar de ene kant of de andere kant, afhankelijk van hoe je beweegt. En dat wuiven van die trilhaartjes wordt eigenlijk omgezet in een signaaltje dat naar de hersenen gaat, een elektrisch signaaltje. En je hersenen krijgen een indruk van, ah ja, tja, ik beweeg naar rechts of ik beweeg naar links. Of naar boven of hoe ook. Wat is daar het nut van? Wel, eigenlijk ga je dat gebruiken om je blik stabiel te houden. Om je blik te kunnen fixeren op wat je wilt eigenlijk. Je kunt het stabiel houden. Als ik naar u kijk en ik draai mijn hoofd links-rechts, kan ik u perfect blijven kijken. Of ja knikken, dan is er niks te zien. Ik bedoel, het beeld gaat niet op en neer. Nee, integendeel, je kunt perfect fixeren. Omdat hoe je je hoofd ook beweegt, die ogen gaan net het tegenovergestelde doen. Compenserende oogbewegingen. En ik kan het eigenlijk demonstreren met deze videobril. Dat is een videobril die mijn ogen gaat in kaart brengen. Voilà, ik hoop dat het te zien is. Goed. Dus als ik nu bijvoorbeeld naar u kijk, ik doe die beweging, ik kan jou perfect zien, maar natuurlijk, die ogen zitten heen en weer te bewegen. Zelfs op en neer, zelfs die beweging, het Rad van Fortuin hebben ze ooit eens gezegd, maar bon, dus ze draaien eigenlijk zelfs. Wat dan nog raarder is, dat is in feite, als ik mijn hoofd helemaal zo draai, of zo, dan zie je eigenlijk een heel speciale oogbeweging, die perfect normaal is, dat hoort zo te zijn, dit heet mijn nystagmus, want als ik dat niet zou hebben, dan zou ik natuurlijk niet kunnen kijken naar de omgeving. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, maar je bent eigenlijk flauw aan het doen, hè? Je bent aan het kijken naar de omgeving, dus als ik nu gewoon even mijn ogen ga bedekken en niet zien, en doen die beweging, dan hoop ik dat ik nog altijd een nystagmus had. Klopt dat? Had ik nog altijd een ogen? Okay. Dus dat valt nog altijd mee. Je moet nog altijd naar de arts gaan. Dus je hebt eigenlijk je evenwichtssysteem nodig om te detecteren hoe je beweegt. En die informatie gaat naar je hersenen die dan je ogen gaan bijsturen. Oké. We kunnen dat ook zelfs heel mooi demonstreren met het volgende proefje dat ik jullie wil toe uitnodigen. Als je naar je vinger kijkt en je doet die beweging, is hij niet scherp. Je kijkt naar je vinger en je doet die beweging, is hij wel scherp. Probeer dat eens een keer. Het is een heel simpel proefje. Scherp is niet scherp, houd de vinger stil, wel scherp. Mocht dat niet het geval zijn in de twee gevallen, dan is het tijd om een arts te raadplegen, want ofwel heb je er juist te veel gin tonics op. Goed. Een ander heel leuk proefje is het volgende. Leg je vingers op je oogschelen, terwijl je ogen toe zijn, maar even kijken. En dan beweeg je je hoofd links en rechts. Zo, op die manier. Dan voel je eigenlijk onder je vingers je ogen trillen. Redelijk creepy eigenlijk. Dat is terug die oogreflex. Dat is dat bewegen van die ogen, zoals ik er net liet zien met die videobril. Goed. Dus, ik kan het zelfs nog laten zien met een heel leuk filmpje van een uil. Het is een
heel oud filmpje in feite, waarbij dat een uil wordt ge... Ja, er hangt misschien een muis naast de camera, weet ik veel. Maar alleszins hoe dat die persoon die uil ook beweegt, die blijft zijn hoofd perfect fixeren op zijn target. Denk zijn volgende maaltijd. Want daarvoor dient wij dat. Heel dat evenwichtssysteem is gemaakt om te kunnen jagen, om perfect uw volgende prooi in de gaten te kunnen houden. Maar en dus, ja, het is echt wel gewoon criminalisme, niet zo goed gedrest eigenlijk. Maar bon. Zelfs geblinddoekt werkt dit systeem. En dat was hetzelfde als ik mezelf blinddoekte. Dan werkt dat systeem nog altijd geniaal. Perfect. Dus het is een heel, door de evolutie, fenomenaal geoptimaliseerd systeem. Tof. En dan die gin tonics. Dus, normaal, als je beweegt naar rechts, de membraantjes in mijn evenwichtssysteem, die staan voor het horizontaal kanaal, staan die eigenlijk zo in mijn hoofd. Dus, als ik naar rechts draai, gaat die vloeistof tegen die membraantjes duwen, dus gaan de membraantjes zo uitbuigen. Dus als ik naar rechts beweeg, krijg ik die oogbeweging. Ga ik bewegen naar links, krijg ik die andere oogbeweging. En dan die alcohol. Wat doet die dan? Wel, alcohol is lichter dan water. En het heeft de neiging om in die membraantjes te gaan kruipen, sijpelen. Dus daardoor worden die membraantjes plotseling lichter. Dus als ik op mijn zij lig, in plaats van dat die normaal recht blijven staan, want normaal moeten ze recht blijven staan, gaan ze opeens lichter, gaan ze dus eigenlijk uitbuigen. Maar herinner u, als ik naar rechts draai, dan staan die membraantjes ook zo, voilà, en dan heb ik die rare oogbeweging, die nystagmus. Dus nu ligt je in je bed en je evenwichtssystemen denken van je bent doodleuk naar rechts aan het draaien. Dus die ogen zijn aan het bewegen en je hebt dus effectief dat gevoel om te tollen. Ga je op de andere zij liggen, dan gaan die membraantjes ook terug, doordat ze lichter zijn, uitbuigen naar boven, alsof je naar links beweegt, dus tollen naar links. Best absoluut helemaal niet leuk. Mocht je nog niet voldoende dronken zijn om dit college u te herinneren, kun je misschien zoeken naar een nulpuntpositie op je rug, waarbij dat die twee membraantjes met elkaar wat opheffen. Want dit membraantje gaat zo staan, alsof je naar rechts beweegt. Dit gaat zo staan, alsof je naar links beweegt. Dus als je de juiste positie vindt, dan heft dat elkaar op. Maar er is één klein nadeel. Het is namelijk ook een projectie van het evenwichtssysteem op het autonoom zenuwstelsel en meer bepaald op het braakcentrum. Dus braken op je rug is echt geen goed plan. Je kunt zelfs ook stikken, zoals Jim Morrison blijkbaar is die ook zo aan zijn eind gekomen. Echt niet een glorieus eind. Dus dan misschien toch maar beter op die zij liggen. Dat is dan eigenlijk wel veiliger. Maar ja, dan zit je terug te tollen. Maar daar hebben we een ander trucje voor. En dat noemt namelijk blikfixatie. Niet stabilisatie, maar blikfixatie. En dat kan ik u demonstreren door terug die bril op te zetten. Je ziet mijn oog. Ik draai naar rechts, naar links, die nystagmus. Die is nog hopelijk goed te zien. En nu beslis ik opeens van naar mijn duim te kijken. Niks nystagmus. Ik kijk niet naar mijn duim. Nystagmus. Naar mijn duim kijken, geen nystagmus. Dit is toch ongelooflijk fantastisch. Want dat evenwichtssysteem zit heel een tijd te voelen. Ja, ik ben aan het bewegen, aan het draaien ook. Hè. Dus nee, niks van. Fixatie. Hoe komt dat? Wel, dat komt omdat visuele informatie, dat die feitelijk van een hogere orde is dan informatie die komt van het evenwichtsorgaan. Eigenlijk heel onze achterkant van onze hersenen is constant bezig met patroonherkenning. Dat is heel belangrijk dat het herkennen van beelden ja, dominant is. En dus de rest gewoon overroelt. Dus met andere woorden, als je ligt in je bed en bent aan het tollen, steek dan een lampje aan naast je bed en zit naar dat lampje te staren, want daardoor gaat het tollen een pak afnemen. En dan ben je opeens moe en val je in slaap en dan slaap je de rest uit van je kater. Dus nog wel een klein caveat, klein vervelend iets. Je zou zeggen, oké, ja, dat tollen. Nu, dat blijkt eigenlijk dat het ongeveer iets van een 4 uur duurt. Dan zeg je, nee, dat is niet waar, het duurt veel langer. Mijn katers duren 12 uur, als het een serieuze kater is. Wel, dat komt door het volgende. In het begin gaat die alcohol dat membraantje in dat membraantje en daardoor lichter maken. Maar na 4 uur ongeveer is de alcohol ook in de vloeistof er rond. En dan is opeens
de dichtheid niet meer verschillend van het membraantje en de vloeistof. Dus oké, alles fijn, dik in orde, geen tollen. Een uurtje later is eigenlijk de alcohol dan verdwenen uit dat membraantje, maar dat zit nog altijd wel in die vloeistof daar rond. Dus het is helemaal het omgekeerde verhaal. Nu is dat membraantje opeens zwaarder dan het alcoholgevulde endolymfe, die vloeistof. Dus, en dat duurt een goede dikke 10 uren. Zelfs nadat je het bloed geen alcohol meer bevat, zit dat nog altijd wel in dat evenwichtsorgaantje. Dus vandaar, een kater kan best lang duren. Dus gewoon uitzieken, bij wijze van spreken. En eventueel, als het dan terug als middag is, gewoon rechtop zitten, want dan heb je veel minder last van die membraantjes die zouden lichter of zwaarder zijn. Voilà.